aangetrokken op het fluitsignaal. Onze nationale kampioene die gaat er als een speer van tussen. Dat is natuurlijk Floren de Grote die daar een fantastische start heeft in het veld. We gaan dus zo meteen de verrichtingen volgen van categorie 1. Gezien de rondetijd gaan we dus hier straks twee rondes rijden. Dat betekent dat we dus gelijk gaan bellen bij passage. In categorie 1, kijk eens een mooie soepele tred hier. Oké, even gelijk over gaan we hier nog zien passeren zometeen. Dat gaat gebeuren, want die zien we daar al aankomen. Zijn we in spanning aan het wachten aan de winnaresse die hier gaat komen. Gaan we de hand op elkaar brengen. Dames en heren, natuurlijk voor de winnaresse van categorie 1. Uw applaus, dames en heren, voor de nationale kampioene Floren de Groot. Dan die mooie strijd daar ook bij de tweede plaats. We gaan het zien. Het is Hugo Capon die het weet te houden voor Levi Vermunt. Levi Vermunt, Hugo Capon. Nee, het is Hugo Capon die het tweede rond voor Levi Vermunt. De bal uit standaard buiten. De nummers 2 en 3 dus in categorie 1. We zijn vertrokken met een goede start daar met rug nummer 41. Graf Bastiaanse was hier in voetbal te start met ook Demi van der Boogaard was goed weg. Ja, en ik kijk eens achterom, iedereen is weg, dus we zijn begonnen. Twee man in de kleuren van Breda daar voorop met Bastiaans van den Wiggelaar. Dat zijn de leiders in de wedstrijd. De en positie van Beulen samen met de Kramer van de Boogaard die hier ook gaat passeren. De gezelschap dan komt hier ons voorbij met de achterweertechniek Jochems. Ook de passage hier voor 57 deed hij terwijl een groepje onder aanvoering daar van Stan van Niekerk. Daar zit ook in dat groepje Mirte Buurmeijer. Die gaat daar een paar plaatsjes opschuiven om haar positie te verbeteren. Ook de passage hier voor Abe Bol. Mag gaan stoppen, de man die hier weer gaat komen. Het zit erop voor vandaag de finish. Voor de man met 22, Nout Rusch. Handjes omhoog, hij heeft het weer geflikt door de bal uit Eindhoven. Hij is erop en erover, Teun van Buren wint hier in Bergen de veldrit. De man op de tweede plaats. Ah, die heeft ijskoude vingers. Handjes in de mond, want ze vriezen eraf de vingers. Tweede plaats voor Delano Heren. De winst bij de dames voor Elena van der Veken. De nationale kampioene knapt tegen in de koers hier vandaag. De eerste dame dus in het gezelschap. Ai, 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 ai. En die van Beuren weer in de laatste ronde. Volle gas. In de derde plek bij de dames gaat hier betwist worden. In de Jinte Nijboer. Ik denk voor Marissa van Putten en voor Bente Jochems, maar goed, die ben ik ben geen aankomstrechter in ieder geval. Uiteindelijk met een ketting eraf in het begin van de wedstrijd. Dat is altijd vervelend om dan weer terug in het ritme te komen. Dan gaan we daar kijken naar de man uit Tiel die binnen gaat komen. Dat is Milan Lobber. Ook voor hem de finish. Goed uit startblok was Victor Koesbergen en natuurlijk Fink Bastiaanse die daar een ijzersterke start had. Dat waren de drie mannen die als eerste het veld in en duiken. Koster, dan de passage voor onder andere Tijd Jacobs en voor Joey Knosse ook met 12 Hanna Kiers hier gepasseerd inmiddels. We gaan passeren hier met 27 als Peter Goedens aanvoering hier van Gijs Hoogland met Chris Kiers er onder andere bij. Hier de passage voor Teun Hofstede, Joey Knosse met de passage hier voor Teun Jacobs ook de passage voor Hanna Kiers.
Allemaal nog 3 ronden te gaan, 3 ronden te doen. Ook 3 ronden dus nog voor Isere Koster. We gaan passeren hier met Berend van der Peet. Ah, mooi om te zien dat het complete veld aan renners en rensters hier gaan passeren. Allemaal dus in de veldrit hier in Bergen met nog 3 ronden te gaan. Onder andere voor was het Gijs Hoogland, Mijke Frisse hier met Esmee de Blok. Zagen we passeren en ook Chris Kiers mee. Het gezelschap, de nationale kampioen nummer 1, Appa. Nog 2 ronden te gaan, 2 ronden te doen. Dan zien we hier de man in de kleuren van de Mol. Dat zal Luc Cho zijn, inderdaad. Nog 2 ronden te gaan. 2 ronden voor de groep hier onder aanvoering van Noël Gooyen. Met daarbij natuurlijk ook. Was het Victor Kroesberg? We gaan de eerste 3 jongens en de eerste 3 meiden huldigen hier vandaag in Bergen. Dat betekent dus dat het nog gereden kan worden. Hier Lars van der Laan, die knap tweede wordt in zijn nationale tricot. Dan gaan we naar Marijn Appa, de eerste dame in het gezelschap. Knap opgerukt naar de derde plaats in de wedstrijd. Dan Finn Bastiaatsen, die als derde man op de meet afkomt. Die gaat dus mee naar het podium straks. Dan gaan we hier kijken naar de binnenkomst van Luc Cho, die nog een knappe laatste ronde heeft gereden. Ook de binnenkomst hier voor een ijzersterke Noël Gooyen uit Schagen-Zandert. Ja ja, mooie koers gereden. Die hebben een sterke laatste ronde erop zitten, die mannen. Dan is het terugkijkend naar het veld, want daarna komt Kroesbergen. Victor Kroesbergen komt over in de meet. Dan gaan we kijken, denk ik zo meteen naar de binnenkomst voor Koen Sommans. Mensen, als de volgorde van de vorige passage gehandhaafd blijft, dan zou het zomaar eens kunnen dat we de jongen uit Zomeren hier over de meet gaan krijgen. Inderdaad, daar gaat hij komen, Koentje Sommans. Hij is binnen. Dan gaan we hier kijken naar de dame de nummer 14, die is Erik Koster, ook de winkels. Vergeetje, daar is ze binnen. Anna Tiers, en als ik niet vergis, waren dat nummer 2 en 3 bij de meiden. Dan hier de binnenkomst voor Tijn Jacobs. Van Hintem. Godverdikke, die gaat daar weer uit de startblokken alsof het niks is. We gaan het parcours vrij maken, dames en heren, jeugd. We maken het parcours vrij. Maar er gebeurt niks voor de startvolgorde, want ze zijn er al 3 bij elkaar. Ze zijn er al 3 in dezelfde volgorde aan het koersen. Met de 3 Russen samen, de 11 en 12-jarige. Ah, kijk, en dan zien we daar de jongere categorie, en dat is volgens mij een van de echte jongens. Dit waarom komt te rijden gewoon hoor. Ik ga even dit sprintje trekken, want ik wil daar zo voorbij dichtbij zien, dames en heren, wat er gaat gebeuren. Hij moet nog een rondje. Nee, hij heeft gewonnen. Dat is de winnaar van de jonge categorie. Hij moet nog een rondje, want hij is de koploper bij de ouderen. De winnaar van de jongere heet Colin Slevers. En de koploper bij de ouderen was Bart Kosterman. Ha, ja, en hier deze jonge man mag ook nog een rondje, want die stond bij de start ook vooruit. En van Hintem. Oi, 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 oi. Wat een race hier voor Colin. Wat een prachtige koers van de WTC Woerden. Nou, dus goed uit de startblokken hier vandaag in Bergen. Dan is het achteruit kijken naar de eerste achtervolgers. We zien daar drie van de mannen in de kleuren van Woerden met Loran Fiets, de snelle starter. Er zat ook Cas Krebbers bij en Meike Baka zagen we daar in de nationale driekleur. Dan hier een groepje met Knaven en daarbij ook Kai van Niekerk. Rijden! Vanaf naast Nederland!
Dan hier een omvangrijke groep. Die wordt aangevoerd door Cyril Hoogwerf, de man uit Dordrecht. Rijtje daar gesloten door Maurits Buiter. Hier de passage voor Sarah Zonnemans in gezelschap van Tieken Terwij. Ook de passage zien we hier voor Jochem van Apeldoorn. Zit daar in de buurt van Raf de Groot. Ook in een groepje met Mout Adams. Met daar onder andere bij Kai Roeding. Hij is bezig aan de laatste 100 meters hier vandaag in Bergen. Dames en heren, uw applaus voor de winnaar van vandaag, Michiel Maurits. Wat een fantastische wedstrijd heeft die man weer gereden. Zet Baanbrugge hier op de kaart in Bergen. Ik ben benieuwd of www.bergen.nl straks een stukje schrijft over Baanbrugge. Het zou mooi zijn. De optie voor Winneman met de 31, de Teun Zoetmulder. We zijn op zoek naar de nummer 2 in de wedstrijd bij categorie 5. Ah ja, 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 wie gaat het worden? Wie gaat het zijn? De eerste drie jongens. Kijk hier op de tweede plaats. Komt hij binnen, dames en heren. Logan Fiets uit Montfort. Derde in de wedstrijd. Eerste bij de dames wordt Meike Baka. Dan de binnenkomst hier voor. Hier komt de filmster België, V. Knave. Ook zij is binnen. Ah ja, 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 mooie tweede hoofd bij de dames hier vandaag in categorie 5. Dan gaan we verder terugkijken wat er allemaal nog gaat komen. Kijken natuurlijk uit met oversteken. Hier komt binnen. Met de nummer 18 is het Kai van Niekerk. Dan gaan we hier kijken, een van de mannen van de goede vereniging Schijnrol. Is het Daan van Rooijen binnen? De dame en de kleuren van Schijnrol. Uit Boksmeer komt ze, ook zij is binnen. Dan gaan we binnenloos van Danne van Zwift. Ja, duimpje gaat omhoog, hij is tevreden. Maurits Buiter. En ze zijn vertrokken en de twee campanen gelijk goed uit de startbokken. Jelte Jochems die de koppositie pakt voor Guus van den Einde. Op de derde positie. Schudden ze een keer met de handen. Ja, die worden koud willen. Uit de kluiten gewassen. Jochem is geworden. In die paar maanden dat ik hem hier gezien heb. Maar nou, hier onze Belgische wind. Die gaat passeren. Maar ik uit erover met daar in de buurt ook zwart. En al die andere mannen komen. Strik onder andere. Die gaat passeren met een 400 te doen. 400 te gaan. 400 voor de groep. 400 aanvoering van onze Belgische vriend Lennart van Lommel. Aan mijn lijf geen polonaise, ik blijf mijn hoge tempo volgen. Jullie gaan maar in het wiel zitten, ik ben er van tussen. Christian van Wees is de naam en hij komt uit Groot-Ammers. Met onder andere Hede Zwart hier in de passage voor Colin Strik, de man uit Limburg. Dus het zal iets te maken hebben met de transponder. De drie koplopers al door het bos richting de carousel. Dat betekent dus dat ze zo aanstonds hier gaan passeren.
België is het hier natuurlijk bij Uiterhoeven. Die gaat passeren. Dan die twee mannen in achtervolging op Uiterhoeven. Met Zwart en met daarbij Ryan Gal. Laatste ronde mannen. TN1 Tour, laatste ronde. Van den Einde die daar als eerste het veld in wil duiken. Voor Jochems, voor Van Geest. We zijn eraan begonnen. Dus de Merckxse wielerronde met de nieuwelingen meiden en de junior dames. Ronde voor Isa Nonden die hier op kop gaat passeren. Laatste tour. Laatste ronde dus bij de nieuwelingen. Nog drie ronden bij de junioren. Drie ronden bij de junioren. Laatste ronde bij de nieuwelingen. Ah, kijk eens. Dan gaan we hier kijken naar de nummers 2 en 3 in de koers bij de nieuwelingen. Nog één ronde te gaan voor Joni van den Einde die de versnelling inzet. Probeert daar... Carmen van der Veen af te schudden, nog één ronde. Eén ronde dus voor Bibi Verzel, laatste tour. Laatste ronde ook voor Indy Villars. We gaan bellen voor de laatste tour dus bij de nieuwelingen. Voor Pam Hoefmans onder andere, Sielke Blij, ook voor Britt de Grave. Laatste ronde bij de nieuwelingen. Kijk daar een fietswissel voor Julia Kopecky. Start de hand op. Hier Luna Knossen die de bel krijgt voor de laatste ronde. Laatste ronde dus bij de nieuwelingen. En bij Passage zometeen nog twee ronden bij de junioren. Kijk eens aan, Danielle Quint behendigd door de zandbak. De dame uit Limburg begint aan de laatste tour hier vandaag in Bergen. Dus aan de laatste ronde. Ja, dan is het nog ver naar het wiel van Isa Nonden. Maar die twee die hebben nog wat uit te vechten in die laatste toer om de podiumplaatsen 2 en 3. Gaat de laatste toer. We bellen voor de dame in de kleuren van Roede, voor Emma Brouwer. En voor de finish bij de nieuwelingen, de winnares van de Merckxse wielerronde, de veldeditie hier vandaag aan de derde Heistraat, zal een kooi gaan worden voor de dame uit Hattem met de kleuren van de Hansenrenners in Zwolle, Isa Nonden. Zij zal zometeen zich gaan kronen tot de winnares hier in die mooie Merckxse wielerdag. We gaan het zien, we gaan het meemaken, dames en heren. Zometeen gaat ze binnenkomen. Maar de winnares bij de nieuwelingen heet Isa Nonden. Junioren die gaan dus nog twee ronden rijden hier met Dorien Hooghanting op de derde positie. Want Jutte van Lommel legt een beslag op de tweede plaats. Dan gaan we voor het podium met Joni van den Einde op de tweede plaats. En de derde plaats is hier voor Carmen van der Veen. Voor Bibi Verzel op de vijfde plaats. Dan de zesde plaats is hier voor Per Hoefmans. Zeven hoort Sielke Blij. Achtste wordt Britt de Grave. Daar komt de leider, de winnares van de Merckxse wielerronde. Dames en heren, uw applaus voor de winnares, Danielle Quint. Mooie overwinning en dan gaat er inderdaad de tweede winnaarsoverwinning mee naar huis vandaag, mee naar Del. Want Antoine had natuurlijk al gewonnen bij de mannen in zijn categorie en de hele koers overigens gewonnen. En Danielle natuurlijk hier met de overwinning naar huis bij de junior dames. Dan is het wachten op de tweede dame in ons gezelschap uit het Belgische Heist op de Berg. Ze komen, dames en heren, ook uw applaus voor de nummer 2 van vandaag uit het Belgische Heist op den Berg, Jette van Lommel.
Toch de dames en heren, uw applaus voor de nummer 3 van vandaag, Dorrie Hoog-Antink. En die gaan we natuurlijk alle drie zo meteen terugzien op het podium voor de huldiging. En dat gaan we natuurlijk met de rondemissen doen en natuurlijk nog even met de organisatie. Gaan we allemaal regelen voor u. Het podium bij de Nieuwelingen met Isanonde op het hoogste plekje voor Jody van den Eind en Carmen van der Veen. En bij de junioren Danielle Quint, Foyente van Lommel en Dorien Hoog-Antink.